Oké jongens, we gaan even teams maken. Oké, we gaan even teams maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Gierige Gasten. Ik ben Niels. Ik ben Martijn. En vandaag hebben wij een nieuwe twitteraar, genaamd... Wiske. Wiske. En Wiske heeft ons getwitterd. Wat heb jij getwitterd? Nou, het wordt weer zomer, dus ik wil trainen. Maar nu wil ik eigenlijk wel liever een keer trainen met begeleiding. Ja. In plaats van gewoon saai in de sportschool. Snap ik. Dus eigenlijk hebben we het hier over een bootcamp. En een bootcamp is best duur. Maar we zouden de Gierige Gasten natuurlijk niet zijn als we hier niks op zouden kunnen verzinnen. Dus wat hebben wij bedacht, Niels? Nou, er zijn altijd in het Vondelpark in Amsterdam bootcamps. En wij hebben op een website gezien waar een bootcamp is. En dat is om de hoek bij de Emmastraat. En wij gaan daar niet echt aan meedoen, want we gaan ook niet betalen. Maar we gaan er gewoon 2 meter naast sporten. En dezelfde oefeningen doen. Dus we zeggen, laten we beginnen met de warming-up. Kom op, doe! Oké, de warming-up is gedaan. Ja. Oeh, ik ben nu al kapot. Dat gaat worden. Ik heb het gelezen. Het is een medium intensive bootcamp. Ja. Je had ook low intensity, maar ik dacht, we gaan natuurlijk gewoon voor goud. Dus ze beginnen hier om de hoek. We lopen daar gewoon even rustig heen, een beetje op adem komen. Ja. En dan kunnen we van start. En dan wachten we even tot het groepje gaat starten en ja, dan positioneren wij ons 3 meter. Even kijken, gewoon een beetje net doen alsof we er niet bij horen. En op een gegeven moment beginnen ze en dan lopen wij er rustig achteraan. Heb jij er een beetje zin in, schat? Kom on, Wiske! Ik heb er zin in. Ja hoor, hoppakee. Ja. Ik heb zo'n voorgevoel dat jij onze kaart gaat uitrennen, maar... I want to see you sweat, because sweat is the cry of fat. De groep die staat daar. De groep staat hier om de hoek te verzamelen. Ja. Wij willen nog niet zo heel erg opvallen en dat doen we ook gelukkig niet. Maar het is nu heel even 5 minuutjes wachten totdat ze weg gaan joggen en dan lopen we... Sneaky achter hun aan. We gaan beginnen, we gaan beginnen. Go, pat! We moeten joggen. Joost, de cameraman gaat een beetje bed. Jezus. Oké, we gaan een beetje bal spelen. Niels die heeft pijn in zijn knie. Gaat dit echt weg? Ga ze maar kijken. Oh, daar gaan ze. Dat is ook goed. Invoegen, invoegen. We zijn met ons eigen programma bezig. Ons eigen workout. Ons eigen workout. Ja. Het lijkt heel erg op jullie, maar het is niet hetzelfde. Wij doen hem even naar voren, hè? Niet naar achteren beginnen. Nee, naar achteren. En nu naar voren. Oké jongens, we gaan even teams maken. Oké, we gaan even teams maken. Wiske en ik, ja, wij zijn een team. Martijn, jij en je imaginary friend. Oh, er is nog één iemand geen team, hè? Dit was high intensity, dus we gaan even naar zwangerschapsoefeningen aan de overkant. Ja. Ja, die voel je. Harder, kom op, moet niet. Harder. Kom, jij wilt het voor. 13 seconden. Oh. Yes. Gestrekt houden die benen. Oké, opnieuw 15. Kom op. Oké, nog 10. Je kunt het. Work hard, play hard. Succes, hè. Denk je wel, hè? Wat ervan? Wiske. Ben je vanavond in de groep meegedaan? Ja. En ik moet zeggen, ik zweet niet, maar het was wel zeker sowieso de leukste les sporten. Ja? Jij zweet niet? Nee. Maar jullie, daarentegen mogen nog wel even wat aan je conditie doen. Vind ik niet leuk dat je dat zegt. Nee, ik heb keihard mijn best gedaan. Maar goed. Dus, vond je deze video leuk? We hebben nog veel meer video's, dus abonneer op ons kanaal. En Martijn, we hebben ook nog een paar pages zoals Facebook, Instagram, Twitter. Maar heb je ze nu alle drie genoemd. Dus dan kan ik verder met het vertellen dat als jij ook thuis zit en je hebt ook een wens, kun je dit natuurlijk even posten op social media. Het liefst Twitter, dat is meestal overzichtelijker voor ons. En wie weet komen wij volgende week naar jouw huis om jou te verrassen en jouw wens in vervulling te laten komen. Ja, en jij mag ook nog dag zeggen, want dan heb je nog iets meer tekst. Ik dacht dat jij dat zou zeggen. Dag! Dag! Hey jongens, vorige week een superleuke video hebben opgenomen met de Fris Chicks. De video is te bekijken op hun kanaal. De link staat in de beschrijving beneden. En als je dan toch bezig bent, gelijk even abonneren. Want het is echt een leuk kanaal. Hele leuke meiden. Ze doen elke week superleuke dingen. Dus dat wil ik nog even kwijt. Jojo!